De grolsvesten is alsof er een grote Europese tegenstander op bezoek is hier in Enschede. Maar niets is dus minder waar. FK Karabach Akdam is de gast hier in het stadion. En zij hebben een lange reis gemaakt. Want zoals Barbara al zei, het is maar liefst 6 uur vliegen. Iets wat FC Twente dus komende week tegemoet gaat. Een elftal vol onbekenden. En u hoorde het zo even ook al. De man die scoorde, zowel in de wedstrijd tegen Rosenborg als tegen het Finse FC Honka, ontbreekt bij Karabach. Dat voldoende internationals huisvest. En daar de man die 104 doelpunten maakte in de Eredivisie voor FC Twente. All-time clubtopscorer is in de competitie. Al wil het in Europees verband nog niet echt vlotten met het doelpuntentotaal van Blaise Couffo. Pas eentje. Op dat vlak is Jan Juring nog altijd de man die de meeste treffers maakte voor de Tuckers. Dit is de opstelling van Steve McLaren. Zoals gezegd met Heubach, de linksback, in de basis. Omdat Rajkovic geblesseerd is. En Nicky Kuiper op de bank begint. Verder geen verrassingen. In de formatie van McLaren. En dit is die bank. Daarop zit voor het eerst Bernard Parker, de Zuid-Afrikaan. En ook voor het eerst onder rug nummer 20, Luc de Jong. Die overgekomen is van de Graafschap, maar zich blesseerde in de voorbereiding. Nu van de partij is. De opstelling van FK Karabach in de goal. De nationale doelman van Azerbeidzjan, 28 jaar, Farhad Valiev. En ook de spits Nadirov is international, 22 jaar. En de ervaring op het middenveld met Karimov, Aslan Karimov, 36 jaar. En als de basis onbekende kent, dan geldt dat toch ook zeker voor de bank. Perez en Couffo staan klaar in de middencirkel voor de aftrap van deze wedstrijd. Tussen FC Twente en de nummer 5 van Azerbeidzjan. Dat enkel en alleen zo ver is gekomen in deze Europa League. Omdat het vorig seizoen de beker won van Azerbeidzjan. Overigens voor de derde keer in de clubhistorie. Isgrof moet oppassen, want ja, hier komt hij. Ja, daar is hij. Wat een domper en wat een geklungel achterin bij FC Twente. Vugar Nadirov is de doelpuntenmaker voor Karabach Akdam. En wat een verrassing. Wisgerov wordt niet gecoacht, heeft niet in de gaten dat Nadirov in aantocht is. En dan loopt dat dus zo af. Kijkt achterom, ziet hem niet komen. En dan tikt hij hem natuurlijk wel heel nuttig langs Bosker. Onoplettendheid in de defensie bij FC Twente. En je zag de reactie bij Bosker in de richting van Wisgerov.